mond is dicht. Gio? Ja? Een overheerlijke taart. Ik hoor het. Ja. Goed gebakken. Maar is die ook lekker plakkerig? Ja, ja, mijn moeder heeft hem gebakken. Mijn moeder heeft hem gebakken, och. Ja. Sorry. Nou. Nee, dat zat een zo smaak. Zo erg was het toch ook weer niet? Nee, het was een Vlaamse fly. Dames en heren, hartelijk welkom bij Disney Haft, aflevering 81. Een bijzondere aflevering, want ik ben half kaal. Het intro. Okay, people, let's go to work. En jullie weten het, jongens, Clownaval is natuurlijk een beetje opgeschopt. Het plein is groter uit het niets. En er was een gebied, en ik ga er even overheen vliegen. En wat is nou niet vetter als hier een attractie buiten staat? En dan kunnen mensen gewoon daar helemaal langs lopen. En ik dacht meteen, wat hoort nou precies bij zoiets een achtbaan? En wat voor achtbaan, Gio? Ja. Ja. Een hard achtbaan. Een auto. Een auto natuurlijk. Want we hebben een attractie gesloopt en dat hebben we puur gedaan omdat de lanceerbaan had problemen. En de lanceerachtbaan die stond hier zo, dit was de ingang, die is nu helemaal... Ja, het is niet... Kijk, hier was de oude ingang, zoals je ziet. Maar het is helemaal weggesloopt. En het was zonde, want de baan was leuk. Maar nu zetten we gewoon wat heel vets ervoor terug. En ik heb hier alvast een ingang gemaakt. Dit was vroeger gewoon een uitkijkstalletje. Maar dit wil ik gaan maken als een soort van... Ja, uitgang. Een vernieuwde uitgang. Dat je hier lekker kan zitten en zo. Je moet nog wat stoeltjes maken. Gezellig. Zo. Gewoon gezellig. Gezellig. Een lekker gezellige... Oh, lekker gezellig. Lekker in de lunchroom. Ja, joh. Zo. En dan dit wordt een grotere tafel. Oh, dat wordt een XXL tafel, zeg ja, maar. Ja, dat is een grotere. Kunnen die mensen gewoon eten en dan kunnen ze hier zo kunnen ze... Ja, ze kunnen hier doorheen lopen, maar dat is niet de bedoeling. Dus ik ga hier een glasplaat neerzetten. Een dikke glasplaat. Dan kunnen mensen niet overheen springen. Zo. En dan kunnen mensen hier naartoe lopen door dit hele kleine dunne gangetje. En die kunnen zo de uitgang lopen van de Woody Coaster. Hallo Oscar. Ja! Ja! Dat vinden wij nou ook. En hier is de ingang dus. Blop. Ik sta precies naar de andere kant zo. Hoppakee. En dit wordt een ingang, maar bij zo'n ingang die ik nog later helemaal aangepast nog. Ja jongens, dit wordt aangepast. Hier komt dus de achtbaan te staan. Dus waarschijnlijk loop je dan hier langs deze dunne wand. En zal het zoiets worden denk ik. Dat je zo gaat. Mm-hmm. Nou, dat komt later nog wel. Nou ja, dat komt gewoon nu. We gaan in deze aflevering, in de aflevering 81, bouwen aan deze coaster. Hey! Nou, een enthousiasme, jongens. De video is net begonnen. Ik zal het geluid een klein beetje harder zetten voor de Minecraft-kennis. Dat we even echt die Minecraft-sounds horen, dat ik blokjes plaats. Dat is altijd leuk om te horen, hè. Wat een onkruid hier, trouwens. Ja, Roy heeft niet gesnoeid. Zal ik het even overnemen van Roy dan? Oh, ja, anders gebeurt het toch nooit. Nee, kijk, we pakken onze grasmaaier. Hey, anders pak je gewoon je grasmaaier. Hey, maar ik denk dat ik gewoon even mijn grasmaaier pak. Nee, je moet wel een blauwe grasmaaier pakken, Rubux. Oh. Anders stelt het niet, zeg maar. De ultimate Disney grasmaaier. Hoe zit dat nou weer? Ja, hij moet gewoon blauw zijn. Ja, al mooi. Zo. Weet wel, ja, dat vind ik ook. Ja. Zijn we het helemaal eens? Dag meneer. U bent van de architectuur? Nee, ik was gewoon een wandelingetje aan het maken hier. Oh, het Wild Westgebied. Ja, ik vind dat het Wild Westgebied wordt vergeten. Absoluut, pakje aangedaan. De Woody Coaster gaat hij noemen, jongens. Dus we hebben gelijk een naam ook. De Woody Coaster. Ja, de Woody Coaster. En wat zeg je als ik Woody Coaster zeg? Wat denk jij dan aan? Waar denk je aan? Ja, Finding Nemo. Niet? Nee, ik dacht eigenlijk Alice in Wonderland, maar... Oh, bijna. Ik denk aan Bullebeest. Bullebeest? Wie is Bullebeest? Wie is Bullebeest? Ja. Paard van Woody. Oh. Bullebeest. Nou, dan kan hij nog best wel... Wie is Woody, ja. Woody is toch die...
Die spaceman. Ja. Die space. Oh, ik dacht dat die octopus was. Ja. Oh, of die sponsblok. Oh. Oh, je bedoelt kapitein Haak. Ja, maar hey. Dat... Woody. Oh, dat is hem, Woody. Is dat Woody? Dag Woody. Waarom is dat Woody? Ja. Hey, dat is Woody. Dag Woody. Oké, nou hier. Oh, en negeert me ons weer. Ach, arrogant. Egoïst. Wat is er, Snuf? Of Oscar? Rubik's, pak ze maar even op. Die kop van Oscar. Echt, hè? Ga eens weg, Snuf. Met je bloem. Met je bloem kan je niks bereiken, hoor. Niet? Denk het niet. Zo, ik ben even wat leuks aan maken. Gewoon even een ideetje. Zo. En dan doe ik een slap gebruiken voor dit... Maar jongens, echt... Het viel me op. Er is amper nog Disneycraft video's. Heel weinig. Ja, en waarom hebben we dat eigenlijk een beetje gedaan? Nou, leg maar uit. Ja, volgens mij ben jij degene die het beste weet. Ja, dat is zo. Nou jongens, ik besteed er weinig tijd aan. Omdat, het maakt het meer verrassender ook. Want ja, je bent nou, zeg maar, je weet niet wat er in het park gebeurt. En we zijn zo lekker aan het bouwen dat, ja, dat je eigenlijk... ja, niet meer weet hoe en wat. Dus dat is wel... Ja, dat is zeg maar het positieve eraan. En ja, het is natuurlijk ook positief dat je dan zelf ook een keer een kijkje komt nemen in het park. Zo. Inderdaad. Dus dat thematiseren. Wel, thematiseren, ja. Dus, en de video's zijn over het algemeen heel veel bouwvideo's. En ja, dat kan nogal saai gevonden worden. Maar dat weet ik dus niet zeker. Maar willen jullie wel echt weer van die ouderwetse bouwvideo's zien? Dan moet je het gewoon even zeggen in de comments beneden. En dan gaan we zeker daar meer aandacht aan besteden. Zodat jullie kunnen zien hoe de voortgang eruit gaat zien. Nu weet je natuurlijk dat er wat gaat gebeuren. Dat wij een Disneycraft 2.0 gaan krijgen in de zomervakantie. En dat het park dan een beetje wordt omgeschopt naar iets heel nieuws. En wees dan niet bang dat het hele park wordt verwijderd. Maar er wordt compleet nieuwe aandacht aan besteed. Attracties gaan open voor het eerst. Nieuwe gebieden worden geopend. Je krijgt dus dingen te zien die je nog nooit eerder hebt gezien in Disneycraft. En het park wordt eigenlijk helemaal opgeschopt. En helemaal voltooid. Nou ja, er zullen wel wat gebieden zijn die nog niet echt helemaal af zijn. Maar we gaan voornamelijk renovaties doen aan attracties. Maar dat wordt heel vet. Ja. Zeker weten. Sjaken wij het, hè? Dat Sjaken wij het. Nou al vertrouwen in Sigmar. He's my brother. Wat lief. The road is long. Kushi. Mooi nummer, jongen. Hallo. Oh, ja, weer hoor. Jongens, we sluiten de video af. Dankjewel. Voor het kijken naar deze video. Geef vooral een groen duimpje. Nou ja, ik snap het als jullie nu ook een rood duimpje geven. Maar er is niks aan te doen. Roy valt in één keer weer binnen en de sfeer is gelijk weer down. Helemaal weg. Helemaal weer. Pret verpester. Ja, jammer dit. Maar ik vond het eigenlijk een heel depressieve sfeer. Oh, dat is beter, ja. Dat is beter. Robert, ja? Goed idee, ja. Oh! Robby denkt gelijk... Ik denk depressieve sfeer, dat is beter. Volgens mij is die depressieve sfeer er pas gekomen toen jij binnenkwam wachten, hoor. Wat wil ik net zeggen? Zeg maar. Sigmar. Sigmar Jan. Zeg maar ja, zeg maar nee. Wat is jouw kutje? Zeg maar niks. Zeg maar helemaal niks. Zeg maar helemaal niks. Helemaal krank jongen ervan. Helemaal krank jongen. Kijk, ze staan met die bloemen. Alweer? Ja, hier, Oscar. Oscar weer. Tim-tim. Oscar. Hey. Iemand heeft mijn inventory in de kleur, volgens mij. Ik zei ja, die kennen we. Die kennen we, Roy. Ja. Geef maar toe. Die kennen we. Was jij het weer, Erik? Jij, hè? Nee. Strohoofd. Strohoofd? Hier. Strohoofd, ja, zie je dat, ik heb het al. Aan beeld op je hoofd kan je krijgen. Een zaagse kop. Aan bij op je hoofd. Een zaagse kop. Even te denken, jongens. Nee. Hé, hey, Bram is er ook gezellig. Ja, Bram. Welkom, Bram. Welkom, Bram. Bij de uitzending. Nou... Hey.
Oh, wie is dat dan? Die nieuwe medewerker of zo? Dat is een demonische kracht in Disneycraft, jongen. Zo, echt? Gelijk alle bezoekers weg. Ik ben heks aan het hoog in orde. Hallo, ben jij een Nederlander? Ik een heks met hoge noten. Een Nederlander. Een heks met hoge noten, wat? Wie is dat dan? Mijn naam is Oscar, ik weet dat je met je hoofd tegen dat hout aanslaat. Maar doe het even lekker in je vrije tijd. Doei. Wat een dwang naar rood. Echt, hè? Stel maar lopen. Ja. Nee, een houten achtbaan. Ik ga zo'n kleine layout maken, gewoon als idee. En dan komt het helemaal goed. Iemand vraagt gelijk waarom die is geband in zijn vijvel. Zou iemand kunnen kijken? Ik probeer natuurlijk alle mensen mee te doen. Oh ja, ik ga eens kijken. Gewoon als heel veel mensen, dan gaan ze grieven. En dan na een maand of drie, dan zeggen ze ineens, waarom ben ik geband? Ik heb niks gedaan. En ik heb niks gedaan, Vincent. Ik heb niks gedaan. Waarom ben ik geband, Vincent? Echt, hè? Hela. Hoi. Nee. Nou. Oh, dus dat is een vieze, lelijke, achterlijke muur. Voor grieven, natuurlijk. Ja, voor grieven. Nou, ja, uiteraard. Dan, wij bannen die mensen. Excuus. Niks aan te doen. Nee, grote excuus voor ons, voor de regels. Huh? Voor het naleven van de regels, ja, en jongens, kunnen we niks aan doen. Vertel eens even wat, hoe is jullie week gegaan? Ja. Goed. Oké. Oké, dat is niks meer toe te voegen, geloof ik. En hoe komt dat? Hoe zou dat dan komen? Ja, komt, zeg maar, omdat die ene Erik... Ja? Die heeft mij gewoon een beetje verslaafd gemaakt, hè? Nee, joh. Heeft die Erik toevallig ook kaartjes besteld voor een of ander evenement? Nee, joh. Hoe kom je daar nou weer bij? Oh, nee, joh. Dat was de andere Niet voor Gio. Niet voor ons! Niet voor Gio. Nee, niet voor mij. Was het de andere... Oh! Voor jou wel. Ja, voor mij voor wel. Jou maar wel. Ik heb een kaartje natuurlijk wel. Sorry. Moment, kreng. Oh! Is je moeder? Oh! Nou. Is je moeder? Ja, ik weet niet wat dat is. Loeder? Zeg je moeder? Dat nou? Je loeder? Oh nee, hij komt aan de andere kant, station. Ja, wil je hem aan de andere kant? Sorry. Waar zit dat al? Ja, ja ik dacht, ik ga lekker bouwen hier aan. Lekker bouwen. Ik help. Maar het helemaal mis. Dit is ook nooit goed. Jullie moeten altijd mij hebben. Ik ga de layout nog niet maken, dus daar moet je voor naar Disneycraft komen om natuurlijk de voortgang te zien. Je zou de voortgang kunnen zien door lekker naar Warp Clownaval te gaan. Maar ja, eer dat deze video waarschijnlijk online staat, staat de achtbaan al helemaal klaar. Dus wat ik dan aanraad is gewoon eventjes naar Warp Clownaval te gaan om te kijken hoe ver die dan klaar is. En als die klaar is, kan je hem gewoon bewonderen door hier langs te lopen in dit kleine nieuwe opgevulde gebied te zien. Ja. Nou, Atlantis ga ik niet te veel over zeggen. Atlantis is een project van Davy. En ik kan een heel klein preview geven, maar dit is de preview die jullie krijgen. Een fantastisch nieuw gebied, wat aansluit op het Arabische thema. Ik ga toch eventjes een aantal geheimpjes doorvertellen. Wat we allemaal voor nieuwe updates krijgen. En dan vertel ik denk dat ik er drie vertel. Meent, jongens? Nou, spannend. Ja, laat maar komen. Ja, oké. Okay, ja. Nou, er wordt apart, jongens. In deze update. Oké, een van die dingen zijn dat wij een opening krijgen van Arabië. Dus oftewel, de wraak van Jafar wordt geopend. Het hele complete Arabische gebied wordt geopend voor alle bezoekers. En ook die complete grote Dark Ride wordt geopend. De wraak van Jafar, een gewilde attractie die uitkomt wanneer in de zomervakantie. Dus het duurt eventjes, maar dan is alles perfect open. Het tweede gebied wat open gaat is namelijk een groot gedeelte van de haven. Dus een gebied wat echt al bijna maanden gesloten staat, wordt eindelijk geopend voor de bezoekers. Dus heb je de haven nog nooit gezien, dan is dit je kans. In de zomervakantie kan jij de haven helemaal afgaan. En zelfs mensen hier in het kanaal wisten feel nog some niet pressure. Dat het... Ja, Erik is heel druk bezig met dat gebied. Yes. Dus daar gaan we dan in die week, in die twee weken dat Disneycraft uitgaat. Dat zullen twee of drie weken zelfs worden. Gaan we dus compleet alles afbouwen en alles ook, bijna alles gaan filmen. Dus jullie krijgen sowieso te zien wat we allemaal aan het bouwen zijn. Er komt ook een vernieuwing van de Simba Coaster. Er komen meer thematisering aan en er komen meer
effecten in de attractie. Dus dat wordt vet. Dus misschien wel special effecten, misschien wel extra rook. Misschien wel dingen die bewegen. Dus dat wordt vetter. Interactief. We gaan een vernieuwing brengen aan het spookhuis. En zo hebben we eigenlijk allemaal punten. Het worden er echt 20 punten die we gaan verbeteren en vernieuwen aan Disneycraft. En oftewel, de hele server wordt bijna voltooid. Dus we hebben bijna een compleet voltooid park. Dat is eigenlijk waar we naartoe streven. Klinkt misschien een beetje onrealistisch, maar dat moet wel een keer gebeuren. Dus in zo'n vakantie gaan we dus, ik ga er nog een uitgebreide video van maken. In zo'n vakantie gaan we 2-3 weken dicht voor iedereen. Dus we raden ook mensen niet aan om VIP te kopen in de bepaalde periode wanneer we dicht gaan. We gaan ruimte van tevoren aangeven wanneer die periode is. Maar daarover nog ook weer een complete video. Maar ik probeer het in de meeste afleveringen te zeggen, zodat jullie op de hoogte zijn van Disneycraft. Want dat vind ik belangrijk. Zo, Rubex. En jij bent een beetje aan het thematiseren. Je ziet er grappig uit. Wat zit jij nou weer te schudden, Tim? Je hebt ook elke keer een Down-syndroom hier. Nog altijd weer negatief. Ja, nee. Ja, nee. Dat is leuk met dat grapje. Ik ben een Nederlander. Ik ben een Nederlander. Ja, spot hem maar mee, kaaskop. Zo. Kijk, op, wat is er, Koen? Wat is er? Tieten. Nou. Je ziet Tieten. Ja, dat gaat helemaal los. Je dan toch ook niet zo zeggen. Oké. Jongen. Hou je even geduisterd, Romy. Ik weet dat je opwindend van skins wordt, maar dat... Maar dit... Kom, in de hoek. In de hoek. In de hoek. In de hoek. Zo. Ik bouw even het ingangetje. Ingangstationnetje. Station. En dit wordt, jongens, dit gaan we nog even goed voor zitten. En ik weet, als ik bij een Disneycraft aflevering zit ook, dat is ook eigenlijk een beetje de reden. Klinkt misschien raar. En misschien, voor jullie, maar... Wat hij nou weer zielig hier zo? Finman, kijk dan. Oh god, we hebben het weer gedaan, hoor. We hebben het weer gedaan, jongens. Wat hebben we nou weer gedaan? Gemaakt. Ik heb helemaal niks gedaan. Jij hebt het gewoon gedaan, Roy. Nee. Wacht, let op. Ja. Gewoon trommel. Ja, ik vind het goed. Snuffbeest, niet weg, snuffbeest! Snuffbeest, weg! 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 Shit. Oh, hij vlucht. Ik wou hem in een kringetje opsluiten, jongens. Shit. Ja, echt hè. Iedereen moet weer voor liggen en dan kan ik niet bouwen. Oh. Apenkeutels. Nou, Oscar zit gelijk voor zijn fitness training te fitten, zie je. Oh, is het weer zover? Ja, het is weer zover, hoor. Oscar. Een droge aap. Echt, een droge aapie. Dat is Robby ook, hoor. Oh. Wat? Is toch zo? Het is wel zo. Moet niet ontkennen. Oké. Oké, ga. OKG. OKG. Oh, je zit weer. Oh, jongens, dit is de andere attractie. Weg! 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 Dat komen alle bezoekers. Weg! Gaan die er weer in staan en oh jee, dan krijgen we weer alle hekken van de dam. Alle duiven van de dam, sorry. Oh jee. Wat zullen we nou beleven? Wat krijgen we nou? Het is toevallig stil, hè, nu. Ja, het is weer stil. Oh, daar is hij. Hij is er nog. Moppenkont. Wat? Nee, niks. Ik dacht moppenkont, ik dacht. Moppen. Oh jee. Snuffbeest kan die hekjes openen. Pixel is een schattig beertje. Dan moeten dus even al die buttons weg. Ja, alle buttons moeten weg. Zo. Niet goed over nagedacht. Jongens, waarom zet je dan ook geen hekjes neer? Omdat dit brede omloop is. Oké. En dat heeft dingen gebouwd. Jongens, kijk eens even de clown ervan om verder te zien naar deze houten achtbaan. Ik zeg weer doei en tot de volgende aflevering. Doei! Doeg! Nee, jij niet.